mening van collega's en kennissen. Ik denk dat ik hier zal uitkomen van Paris-Nice, excuseert, met 100% van mijn conditie. En dan zeggen ze, je kunt je conditie op 100% ongeveer zo 6 weken houden. 6 weken, ja, dat is van Sanremo tot begin van de Waalse klassieker. Zo. Dan moet normaal al de klassieker op mijn best rijden. 6 weken volop in de schijnwerpers, nieuw voor Van den Broeke. Hij kwam meestal even in beeld, maar nooit voluit. Daar komt nu verandering in. Van den Broeke plukt de vruchten van een winter keihard werken. Iedereen vergeet het. Ik sta mooi op mijn velo. Dat gaat precies alleen. Maar achter dat is ook heel veel werk. Mag dat vragen aan Matan of aan met wie die goed kent. Ik denk dat ik heel hard ook kan trainen, zeker in de winter. Ook in het seizoen, als het moet, dan mag regen of sneeuwen. 7 uur is het geen probleem als ik moet ze doen. Gerichte powertraining, 3 maal per week naar de kinesist. Van den Broeke heeft duidelijk aan spiermassa gewonnen. De knieproblemen blijven achterwege en op training ziet hij nooit op een inspanning. Vraag het zijn streekgenoot Cédric Vasseur maar. Il faut être motivé parce que Franck il est quand même assez strict dans son programme d'entraînement. Quand il a décidé d'aller faire une bonne sortie d'entraînement, quel que soit le temps ou les conditions atmosphériques, il a fait à 35 km/h au moins. Et c'est vrai que des fois c'est pénible. Il fait mal donc. Il fait mal aussi bien l'entraînement qu'en course quoi. Geen reden dus om nog langer te twijfelen. Van den Broeke wordt een grote. En toch, bij Mapei heeft men wat Van den Broeke betreft geleerd met 2 woorden te blijven spreken. Hij is zeker nog geen Mercedes. Laat ons zeggen dat hij nu een Alfa Romeo is die goed functioneert. Terwijl hij vorig jaar een Alfa Romeo was die redelijk veel sputterde. Maar over een Mercedes spreken, dan spreek je toch nog over renners met een ander kaliber op dit ogenblik. Maar zo'n Italiaanse volbloed kan Sanremo winnen. En de rijper Van den Broeke ligt nu ook beter in de ploeg. Hij is wat meer gematigd en dus ook door Museo aanvaard als medekopman. Maar ik denk dat we in onze ploeg 1 kandidaat-winnaar hebben voor Milan Sanremo. Dat is Frank. Want ik heb elk jaar al geprobeerd en elk jaar moet ik constateren dat ik gewoon ietsje tekort kom op de podium om te ontploffen. Op psychologisch vlak heeft hij jou in het verleden wel eens pijn gedaan. Een paar jaar geleden zou je wel eens durven zeggen hebben van, ja, kijk Jan Musse, ik word ooit beter dan jij. Hè? Ja, maar ik heb er geen probleem mee als iemand zegt, ik word beter dan u of ik ga meer wedstrijden winnen dan u. Dat is zijn volste recht, plus hij is heel ambitieus. Maar ik sta zeker nog, ik sta momenteel nog 7 klassiekers voor. Plus wereldkampioen, plus 2 maal kampioen van België, plus de rest zal ik nog niet opnoemen. De ambitieuze leerling heeft zeker zijn evenwicht gevonden. De tijd voor het meesterschap is rijp en Frank heeft alles mee. De look, de ambitie, de klasse en de intelligentie. Op de vraag wie in het verleden in 1 en hetzelfde jaar Milan Sanremo en een kasseiklassieker gewonnen heeft, antwoordt hij prompt. Zeker Eddy Merckx is erbij. En dan... Tja. Sean Kelly? Bingo. Zaterdag op Canvas rechtstreeks verslag van Milan Sanremo.